Ik introduceer graag Roel Daneels, ook onderzoeker, PhD-onderzoeker bij KU Leuven, Laboratorium voor Lichttechnologie, dus ook directe collega van mezelf. Hij gaat het hebben over zijn onderzoek rond integratieve verlichting voor ouderen. Ook hier weer zullen de bolletjes aan bod komen. Geniet ervan. Dankjewel, Katrien, voor deze aankondiging. Goedemiddag allemaal. Zoals gezegd, mijn naam is Roel Daneels en ik ben onderzoeker aan het Labo voor Lichttechnologie in de KU Leuven Campus Gent. En ik ga vandaag hebben over wat integratieve verlichting kan betekenen voor ouderen met dementie in woonzorgcentra. En ik ga al vragen om direct input te krijgen van jullie als publiek, met name over het feit: hoe kunnen we een leefruimte in een woonzorgcentrum best verlichten? Daarvoor wil ik gebruik maken van Poll Everywhere. Jullie zien hier de link waar jullie naartoe mogen gaan op jullie smartphone of computer. En dan gaan jullie daar, als alles goed is, de vraag zien: welke van deze twee ontwerpen zouden jullie prefereren? Wat is de beste verlichting voor een leefruimte van een woonzorgcentrum? Het is al gelijk op aangehand. Dus in een woonzorgcentrum hebben we een aantal mogelijkheden om licht of integratieve verlichting te introduceren. Het gemakkelijkste voor het personeel en het minst ingrijpende voor het personeel is uiteraard dat we gewoon de leefruimte zelf op een goede manier kunnen aanpassen. Ik ga zo dadelijk ook nog wel een aantal resultaten laten zien waarbij dat er studies zijn gebeurd. Dat was dan niet per se op de leefruimte gericht, maar waarmee men dan met lichttherapie werkt, met lichtboxen, waar de bewoners dan een aantal minuten, typisch was dat een half uur tot een uur, voor werden geplaatst, zodanig dat zij voldoende licht kregen overdag. Dat geeft natuurlijk een extra moeilijkheid, want dan moeten die bewoners ook naar daar gebracht worden, naar die ruimte. Dat is extra last voor het personeel en die kunnen dan wel iets beter doen met hun tijd. Dus als we ervoor gaan om de leefruimte aan te passen en we bieden jullie de mogelijkheid tussen deze twee ruimtes, dan kiest toch een redelijk grote meerderheid voor de rechtse verlichting. En dat komt mij meteen bij de volgende vraag dan: waarom? Waarom vinden jullie nu de rechtse leefruimte beter dan de linkse? Oké. Ik zie vooral meer. Ik zie een aantal fans van de linkse leefruimte. Sfeer, laagjes, de wanden, gelijkmatiger, zachter ook. Dat is het zowat. Dus er zijn een aantal mensen toch nog van links. Dat is duidelijk. En wat dan toch naar voren komt is sfeer, meer, ik veronderstel dan meer verlichting, zachtere verlichting en beter. Ja, dat is de vraag, waarom is de verlichting beter? Dat brengt ons bij het punt: we willen zo'n leefruimte toch graag gezellig gaan inrichten.
waarin dat we sfeer kunnen creëren, zodat het voor die mensen ook aangenaam is om in die leefruimte de tijd door te brengen. Vergis u niet, voor veel mensen in het woonzorgcentrum, vooral bewoners met dementie, die zijn beperkt in hun bewegingen en die bevinden zich het grootste deel van de tijd in die leefruimte. Dus eigenlijk zou ik hier al kunnen stoppen met mijn presentatie en gewoon het idee naar voren brengen. Zo'n leefruimte zorgt ervoor, als we dat moeten ontwerpen, dat dat ook comfortabel is, dat de mensen daar aangenaam in kunnen leven. En zoals ook al was opgemerkt door een aantal mensen, links is het echt maar één laag verlichting aanwezig, wat door de meesten toch als minder aangenaam wordt ervaren en als minder geprefereerd, waarin dat we rechts kunnen werken met verschillende verlichtingslagen, zodanig dat we ook kunnen spelen met die verschillende verlichtingslagen. We gaan zo dadelijk nog zien dat het de bedoeling is om over heel de dag een lichtpatroon te creëren en dat is niet altijd hetzelfde. We gaan 's ochtends veel meer licht willen hebben dan 's avonds en door met verschillende verlichtingslagen te werken kan je daar ook op inspelen. Kunnen we ook bijvoorbeeld een verschil gaan maken tussen hier de meer ontspannen hoek en hier dan de hoek waar dat de mensen zullen eten en mogelijk ook verzorgd worden. Bewoners met dementie, zoals gezegd, hebben een beperking in hun beweging, typisch. Die mensen worden niet zomaar vrijgelaten om buiten te gaan wandelen zonder dat daar supervisie bij is. Dat heeft tot gevolg dat die mensen vaak heel weinig daglicht krijgen. Dat kan zelfs zo weinig zijn in de winter als minder dan 10 minuten per dag dat zij effectief zijn blootgesteld aan daglicht. Dat heeft uiteraard zijn effecten en dat zijn meestal negatieve effecten, zoals een verminderd slaappatroon, depressieve symptomen en gewoon in het algemeen een minder goed gevoel. Met verlichting, of met adequate verlichting, kunnen we daarop inspelen en kunnen we ook ervoor zorgen dat die mensen toch iets beter de dag kunnen doorbrengen en in betere verlichting, voornamelijk 's ochtends veel meer verlichting. Want zoals gezegd is licht, en ik denk dat ik daar jullie minder van moet overtuigen, dit publiek, is licht een heel belangrijke bijdrage aan ons circadiaans ritme, aan onze slaappatronen. Als we het dan hebben over dementie in het algemeen, dan is het typisch een paraplu-term voor een aantal ziektebeelden die gepaard gaan met voornamelijk geheugenverlies. De bekendste en de meest gehoorde en ook de grootste groep van dementie is Alzheimer. Maar er is ook zoiets als vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body disease. Het zijn altijd iets andere pathologieën, maar het komt altijd neer op hetzelfde symptomen, namelijk verminderde cognitie en naarmate dat de ziekte verder gaat, wordt het ook moeilijker voor die mensen om zelfstandig door het leven te gaan. Zoals jullie kunnen zien, het verschil tussen een gezond brein en dat van Alzheimer, gaan er heel veel cellen in het brein verloren. Dat heeft dan natuurlijk ook een effect op hoe goed dat ons licht, of dat het brein licht kan gaan interpreteren. Dat gaat ook een effect hebben op verschillende neurologische processen. En wat is onder andere een neurologisch proces? Wel, hoe goed kunnen we slapen? Hoe wordt onze slaap gereguleerd? Hoe dat dementie nu net ontstaat, of hoe dat Alzheimer nu net ontstaat, is nog altijd debat rond. Men is nog niet zeker wat nu net de oorzaak is. En daarom is het ook moeilijk om een geneesmiddel bijvoorbeeld te zoeken. Het gaat bijvoorbeeld over amyloid beta-plakkes die samen zouden klitten en daardoor cellen kapot maken. Interessant daarbij is bijvoorbeeld dat die amyloid beta-plakkes dat die vaak voorkomen bij mensen met het syndroom van Down. Mensen met het syndroom van Down hebben 3 chromosomen, 21, in plaats van maar 2. En op dat chromosoom ligt nu net een gen dat ervoor zorgt dat je meer geneigd zal zijn om
zo amyloid-beta-plakjes of amyloid-beta te gaan produceren. Dus heel veel mensen met het syndroom van Down gaan in een vroege stadium van hun leven gaan die dementie ontwikkelen, Alzheimer. Nu, niet alle personen met het syndroom van Down zullen dat gaan ontwikkelen. Dus dat is al iets waardoor men twijfelt. Men heeft die amyloid-beta-plakjes. Sommige personen met het syndroom van Down hebben een brein vol met van die amyloid-plakjes, maar hebben toch geen dementie. Gewoon dit om aan te tonen dat het redelijk complex is, dat men nog niet zeker is van wat is nu net de oorzaak van de dementie, wat ervoor zorgt dat het moeilijk is om dat volledig te genezen. Dat gaan we hier ook niet doen, maar er zijn wel mogelijkheden om met licht ervoor te zorgen dat de dementie verlicht wordt, zodanig dat die mensen een beter slaappatroon kunnen krijgen en mogelijk iets minder snel achteruit gaan. Het is een maatschappelijk probleem. Dit zijn nu cijfers uit Vlaanderen, waarbij dat de toename van het aantal personen met dementie getoond wordt. Naar schatting zo'n 150.000 mensen in Vlaanderen dan zijn gediagnosticeerd met dementie en rond de 30-40% daarvan worden verzorgd in een woonzorgcentrum. Typisch, waarom gaan de mensen naar een woonzorgcentrum? Omdat het niet meer mogelijk is voor de familieleden om de zorg te dragen van hun familielid met dementie. Nu, dementie is, los dan van de personen met Down-syndroom, is dat voornamelijk een ouderdomsziekte. En als we het gaan hebben over het effect van licht op mensen met dementie en dan oudere mensen met dementie, moeten we natuurlijk ook rekening houden dat er een aantal veranderingen zijn doorheen ons leven, waardoor dat het licht moeilijker het effect kan hebben dat het heeft bij jonge, gezonde mensen. Zo is er bijvoorbeeld een lagere gevoeligheid van ons oog op de kortere golflengtes die we nodig hebben om die bolletjes, de IPRGC's, te gaan activeren. Tot 40% minder gevoelig als we een vergelijking maken van een 32 jaar oude en een 70 jaar oude persoon. En dat heeft natuurlijk zijn effect op wat ik zo dadelijk zal uitleggen. Daarnaast is er ook een verkleinde pupiloppervlakte, zodanig dat er gewoon al bij mensen, naarmate we ouder worden, minder licht uiteindelijk de retina kan bereiken. Het zijn allemaal factoren waarmee we rekening moeten houden en die ervoor zorgen dat het licht dat we zullen geven mogelijk wat meer zal moeten zijn dan bij jonge, gezonde mensen. En tot slot zijn er ook neurologische veranderingen. Die IPRGC's, die intrinsically photosensitive retinal ganglion cells, of de bolletjes, gaan er ook anders uitzien als we ouder worden. Nu, als cellen er anders uit beginnen zien, gaan die ook niet meer zo functioneren zoals we willen. En dat gaat alleen maar negatieve effecten hebben. Zo zal dat er ook voor zorgen dat het nog moeilijker wordt om bijvoorbeeld onze suprachiasmatische nucleus, die instaat voor het reguleren van ons circadiaans ritme, om die informatie van het licht daar naartoe te brengen. Dat is specifiek gewoon voor mensen, ouderen in de maatschappij. Bij mensen met dementie komen daar nog een aantal factoren bij. Mensen met dementie hebben typisch veel meer last van slaapproblemen. Het is zelfs zo dat men niet zeker is of dat slaapproblemen nu een oorzaak kunnen zijn van dementie, of dat dementie gewoon ervoor zorgt dat mensen slaapproblemen zullen hebben. Er is heel veel depressie aanwezig bij personen met dementie. 30-50% van de mensen met dementie zijn gediagnosticeerd met een depressie. En tot slot, voornamelijk dan voor mensen die niet meer thuis zijn, waar de familieleden moeilijker de zorg voor kunnen dragen, en in de winter zullen de mensen met dementie veel minder buiten komen en veel minder zijn blootgesteld aan daglicht. Die depressie heeft uiteraard ook te maken met het feit dat dat brein er niet meer uitziet als een gezond brein. Het zorgt ervoor dat bepaalde receptoren, bijvoorbeeld voor serotonine, wat wel mogelijk gekend is als een gelukshormoon,
dat die receptoren zijn afgestorven, minder aanwezig zijn en minder goed werken. Wat ervoor zorgt dat die mensen een grotere kans hebben om een depressie te krijgen. Door corona zijn er ook een aantal extra factoren bijgekomen. Bijvoorbeeld dat er minder personeel aanwezig was, zodanig dat er minder met de mensen kon worden omgegaan. Specifiek in woonzorgcentra uiteraard. Maar ook bijvoorbeeld dat hun dagelijks ritme wat verstoord werd. Plus dat men in een risicogroep zat en dat men daar toch wel ongerust was over het feit ga ik hier corona krijgen of niet? Wat allemaal een effect kan hebben op depressieve symptomen bij die mensen met dementie. Voor slaappatronen, zoals gezegd, gaat dat slaappatroon bij mensen met dementie er redelijk slecht uitzien. Een gezond slaappatroon ziet er ongeveer als volgt uit. De donkere blok hier geeft aan wanneer het nacht is. En we zien dat voor een gezonde persoon liggen de zwarte blokjes hier, dus het moment waarop dat de persoon gaat slapen, zijn die relatief gelijk verdeeld over de week. We zien dat de persoon ook graag iets langer slaapt en iets later gaat slapen in het weekend, maar ik denk dat we daar allemaal wel gekend mee zijn. Typisch bij het ouder worden gaat zo'n slaappatroon worden opgesplitst in twee slaappatronen. Het feit dat de oma en de opa graag al eens een dutje doen, 's middags, heeft daarmee te maken. Je gaat typisch wat minder slapen gedurende de nacht en dat dan inhalen door dutjes te doen overdag. Nu, dat is sowieso bij het ouder worden, maar dat is ook wel al bij dementie. Gewoon nog niet vergevorderde dementie kan dat ook een teken van zijn. Als we nog verder gaan en met vergevorderde dementie zitten, dan zien we hier dat dat slaappatroon helemaal om zeep is. Er is amper nog onderscheid tussen dag en nacht bij die mensen. Voor die mensen is het gelijk of dat nu dag of nacht is. Zij zullen slapen, dutjes doen, dan weer wakker worden. Heel onrustig slapen tijdens de nacht. Dat is uiteraard iets wat we mogelijk met licht wat kunnen verbeteren. Hoe kunnen we dementie dan verlichten, zoals we zeggen? Er zijn een aantal niet-farmacologische interventies mogelijk, maar de belangrijkste daarvan is toch wel een verhoogde blootstelling aan licht tijdens de dag. Overdag zoveel mogelijk licht geven, 's avonds en 's nachts uiteraard zo weinig mogelijk. Er zijn ook nog andere mogelijkheden, bijvoorbeeld geluid en temperatuur, zorgen voor een ideale omgeving, maar het meeste effect krijgen we van blootstelling aan licht. En we willen ervoor zorgen dat er een verbetering is, enerzijds op gedrag en depressie en anderzijds ook op het slaappatroon. Dit zou een voorbeeld kunnen zijn van een lichtprofiel gedurende de dag in een leefruimte van een woonzorgcentrum. 'S nachts is het de bedoeling dat er geen licht aanwezig is. Vanaf het ochtend is, gaan we direct heel veel licht geven. Recent werd er publicatie gepubliceerd waarin men voor gezonde mensen aanraadt om overdag rond de 250 melanopic EDI te geven, equivalent daylight illuminance. Deze geeft aan hoe goed die bolletjes kunnen geactiveerd worden. En typisch voor gezonde mensen zegt men dan oké, zorg ervoor dat je zeker 250 melanopic EDI haalt. Ik heb hier 500 of zelfs meer dan 500 gezet. De redenen zijn uit mijn vorige slides. Het feit dat ouderen en ouderen met dementie sowieso minder van dat licht binnenkrijgen en minder goed dat licht kunnen gebruiken om die cellen te activeren. Na de middag en tegen de avond is het de bedoeling dat die lichthoeveelheid wordt afgebouwd, zodanig dat de mensen klaar kunnen zijn voor de nacht. Dat mag al redelijk vroeg gaan, want typisch in zo'n woonzorgcentrum gaan die mensen al direct na het eten, 6 uur, 7 uur, gaan die al naar hun kamer om te gaan slapen. En 's nachts is het dan de bedoeling dat we volledig donker zijn. 'S nachts volledig donker, dat is nu los van de leefruimte, dat is dan meer op het niveau van de kamers. Dat geeft ook wel moeilijkheden, want verpleegsters komen al eens binnen als er iets gebeurt. Als de persoon wakker wordt, moet naar het toilet, doet het licht aan, ineens een bom licht. Dat zijn ook dingen die uiteraard moeten meegenomen worden, waar we ook naar moeten kijken.
Maar dat staat natuurlijk los van het dagprofiel of het lichtprofiel dat we willen in een leefruimte. Als we dan eens gaan kijken naar een aantal studies rondom het gebruik van meer licht overdag, dan zien we bijvoorbeeld in deze studie, een redelijk grote studie, ook wel al even geleden, begin jaren 2000, dat het effect van licht toch wel aanwezig was. In het algemeen zien we in deze studie dat er een verbetering was van Mini Mental State Exam, dat is de MMSE, wat een aanduiding geeft van de cognitieve mogelijkheden van de persoon. Het was zelfs zo dat die verbetering gelijk was aan bepaalde geneesmiddelen, dus gewoon door de verlichting te laten toenemen overdag. Maar het voordeel was van het licht te toenemen dat je geen bijwerkingen had ten opzichte van de geneesmiddelen die dat wel hadden. Een belangrijke bijdrage hier is vooral die 53% minder functionele beperkingen per jaar. En er staat zoiets als NIADL, Nurse-Induced Activities of Daily Living. Wat wil dat zeggen? Dat zijn typische activiteiten die we altijd doen gedurende de dag. Dat gaat over tanden poetsen, aankleden, wassen, waar normaal gezien een nurse-induced, dus een verplegend personeel, voor nodig zou zijn. En door dat licht te doen toenemen, blijkt dat dat 53% minder nodig is. Wat een enorme verlaging is van de werkdruk van het personeel. Ook iets wat dan een extra bijkomstigheid is van meer licht te introduceren, is het feit dat we de werkdruk van het personeel zouden kunnen verlagen. Want ook tijdens de nacht sliepen ze veel meer, wat ervoor zorgt dat het personeel ook 's nachts minder moet interveneren. In een andere studie heeft men gewerkt met een lichtbox gedurende 30 minuten. Is iets moeilijker uiteraard voor het personeel, of voor de onderzoekers. Er moet iemand aanwezig zijn om de mensen te verplaatsen naar die ruimte. En daar heeft men gekeken naar het effect op depressie, waarbij men een duidelijke verbetering zag in de heldere groep ten opzichte van de placebo-groep. En ook naar het effect op agitatie. Agitatie, agressie, is ook iets typisch bij mensen met dementie. Er is zoiets als het sundowning-syndroom, waarbij de mensen tegen 4, 5 uur 's avonds meer actief worden, meer geagiteerd worden. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat wij gedurende ons leven, typisch rond 4, 5 uur, moet je beginnen klaarmaken om naar huis te gaan, eten klaar te maken, de kinderen gaan op te halen, af te zetten bij van alles. En die mensen, ergens blijft dat nog wat hangen, maar zij weten niet waar dat ze naartoe moeten met die energie. Typisch krijgen ze daardoor wat meer agitatie tegen de valavond. Werd ook verbeterd door de lichttherapie, door meer licht te geven gedurende de dag. En dan tot slot, slaap kunnen we ook bekijken. Hoe dat we dat bijvoorbeeld kunnen doen, is aan de hand van actigrafie. Dat zijn horloges die de mensen dragen en die horloges meten de beweging van de mensen. Al die zwarte balkjes die je hier ziet, zijn bewegingen van de mensen. En het is dan mogelijk om hier een bepaald deel van de tijd aan te duiden als zijnde de nacht. Dit is wanneer de personen zich in hun bed bevinden en we zien dat er heel veel beweging is. Die balkjes zijn heel hoog en die zijn heel frequent, wat dus wil zeggen dat die persoon heel onrustig slaapt. De blauwe lijnen geven ook aan wanneer dat het personeel is moeten binnenkomen en een interventie moeten doen. Het is nu gebleken uit een studie uitgevoerd in ons labo dat we door een verbeterd lichtpatroon dezelfde persoon na deze interventie veel minder activiteit vertoonde 's nachts en ook dat het veel minder nodig was voor het personeel om binnen te komen en dus een interventie te doen gedurende de nacht. Enkel door meer lichten aan te bieden gedurende de dag. Tot slot wil ik graag toch ook nog even aanduiden. Ik heb het hier altijd gehad over elektrische verlichting. Bijna alle studies houden ook enkel rekening met de verbeterde elektrische verlichting. Maar daglicht blijft toch nog steeds een heel belangrijke factor.
Zo was het bijvoorbeeld in die studie van ons labo het probleem dat onze metingen, de eerste meting in januari viel, de tweede meting in februari, en dat er een heel groot verschil was in hoeveelheid daglicht gedurende januari of gedurende februari. Wat ervoor zorgde dat onze resultaten niet meer volledig één op één konden vergeleken worden, puur op basis van de elektrische verlichting, omdat daglicht zo'n sterke invloed heeft. Het feit dat er meer daglicht binnenkomt in uw ruimte zal er ook voor zorgen dat die mensen een beter slaappatroon hebben. Als we een vergelijking gaan maken tussen een gelijkvloers en een eerste verdieping, waarbij bijvoorbeeld het gelijkvloers nog wordt geblokkeerd door bepaalde objecten, dan zal dat er een duidelijk effect hebben, is gebleken, op de resultaten. Dus het zal nodig zijn om in verdere onderzoeken ook rekening te houden met het verschil in daglicht. Hoeveel daglicht kan er al in onze ruimte binnenvallen en hoeveel licht ontvangen de mensen daardoor al? Om duidelijk een effect te kunnen zien van die extra hoeveelheid licht die wij gedurende de dag geven. Concluderend kunnen we zeggen dat een betere verlichting in een leefruimte heel wat positieve effecten kan teweegbrengen voor de mensen met dementie die daar wonen. Zowel op emotioneel vlak, als op het slaappatroon, als op de cognitie. Wat daar ook belangrijk bij is, dat zijn de andere mogelijke voordelen. In de eerste plaats op het personeel. Personeel, voornamelijk het dagpersoneel, zal daar ook voordeel aan ondervinden, aan dat verbeterd lichtpatroon. Maar zouden ook wel een verlaagde werkdruk kunnen krijgen doordat ze minder nachtelijke interventies moeten doen en doordat de mensen beter slapen en ook minder geagiteerd zullen zijn. Maar ook voor de bezoekers is het leuker om uw familielid te gaan bezoeken in een visueel aantrekkelijke ruimte, zoals we helemaal in het begin gezien hadden, dan dat het is om het in een meer ziekenhuisachtige omgeving te gaan ontvangen. Dit is iets wat vaak, of wat al eens vergeten wordt bij human-centric lighting. Het gaat inderdaad over het activeren van die bolletjes, maar het gaat ook zeker wel over visueel aspect. Het is een integratie van die beide takken. We willen zowel niet-visuele effecten als visuele effecten optimaliseren en ervoor zorgen dat we dus een heel mooie ruimte kunnen creëren, in dit geval in het woonzorgcentrum, zodanig dat die mensen een veel beter slaappatroon krijgen en dat de dementie toch een beetje verlicht wordt. En daarmee wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. Dank je wel, Roel. Zijn er vragen? In een van uw slides had u de toename van dementie in Vlaanderen getoond. En daar zag ik een duidelijk sterkere toename in oosten dan in westen. Is er een reden voor? Dat is een goede vraag. Ja, ja, inderdaad. Hè, ja. Zullen minder buiten zitten. Nee, ik weet het niet. En een tweede vraag. Dus de bolletjes die dan geactiveerd worden door blauw licht. Als we dan zien dat noordelijke landen, en daarmee bedoel ik niet Nederland, maar nog noorden, meer kunstlicht van 3000 Kelvin gebruiken, terwijl zuidelijke landen meer 4000 Kelvin, dan 3000 Kelvin zal minder activeren. Is er daar een link te leggen dat er bijvoorbeeld in noordelijke landen meer dementie is of minder met licht kan behandeld worden of minder effect heeft? Ik heb geen weet dat er meer of minder dementie aanwezig zou zijn in bepaalde landen. Het is wel zo natuurlijk dat die mensen in de noordelijke landen typisch
meer depressieve symptomen in het algemeen vertonen. Maar of dat nu net gaat zijn doordat die verlichting anders is, ik denk dat het eerder is omdat die gewoon veel minder daglicht krijgen overdag en dat dat minder goed wordt aangepakt. Maar of dat nu net gaat zijn doordat ze meer 3000 Kelvin gebruiken dan 4000 Kelvin, het zal normaal gezien inderdaad een effect hebben op hoe goed kunnen we ze deactiveren. Maar het gaat dan voornamelijk over die sterke factor daglicht die daar helemaal wegvalt gedurende de winter. En voor ons vandaag ook. Er was hier nog een vraagje. Arjen Rauw van BBA Binnenmilieu. Dankjewel voor een interessant verhaal. Even kijken, na de interventie gingen mensen cognitief beter reageren. Ze werden wat minder knorrig. Gingen beter slapen. Dan weet ik van mezelf, als ik een nacht slecht slaap, dan word ik ook knorrig en gaat mijn cognitieve vermogen ook achteruit. Ik was benieuwd, heb je op de een of andere manier kunnen bepalen of dat via het slecht slapen loopt, of dat er een direct verband is met de verlichting? Waren er bijvoorbeeld mensen die niet beter gingen slapen, maar die ook handelbaarder werden en waarvan de cognitieve vermogens minder snel achteruit gingen? Dat heb ik nu niet. Ik weet niet of ze dat in de studie getest hebben. Het is wel een goede vraag. Het is inderdaad zo, als je slecht slaapt, dan zijn er heel veel symptomen. Het gaat dan wel typisch over een langere periode, uitgemiddeld. Maar ja, of dat iemand die echt heel de tijd goed slaapt en dan in beter licht komt, daardoor dan beter cognitief gaat zijn, zonder dat dan slapen verbeterd is, dat zou ik niet kunnen zeggen. Nee. Oké, dankjewel. Ik had trouwens nog één vraag, mag dat? Ja. Je had één interventie met de lichtbox. En wat was de andere interventie precies? De andere interventie was in de leefomgeving. Okay. Naar 1000 lux ten opzichte van 200 lux. Het was in 2008 gepubliceerd, dus was echt in het begin jaren 2000 uitgevoerd. Dus waarbij men nog niet bezig was met melanopic EDI of zo. Dus het was gewoon 1000 lux versus 200 lux. Dat is de enige informatie die we daarover hebben. Dankjewel. Was er nog iemand? Ja, Juliette. Dan ga ik even een spurtje nemen. Ook vanuit mij hartstikke bedankt voor een interessant verhaal. Je sloot eigenlijk aan het einde af over integratieve verlichting. Je noemt, we moeten niet alleen naar de bolletjes, naar de IPRGC kijken, maar we moeten ook het visuele verhaal meenemen. In die laatste studie, ik geloof dat jullie die bij jullie in het lichtlab dus uitgevoerd hebben, vroeg ik me af, je gebruikt de motion watch, actigrafie gebruik je voor het niet-visuele. Wat waren de maten die je, of hebben jullie maten meegenomen en zo ja, welke, voor het visuele? We hebben daar gewerkt met een aantal vragenlijsten waarbij we dan het personeel hebben bevraagd. Maar dat is uiteindelijk niet verder op ingegaan. In de studie die we nu aan het uitvoeren zijn, hebben we wel vragenlijsten effectief aan het personeel gegeven om de verlichting visueel te checken. Het probleem is uiteraard dat we de mensen zelf, de personen met dementie, niet kunnen bevragen. Een mogelijk idee waar we ook nog mee spelen is om familieleden die langskomen te bevragen of eventueel een groep ouderen uit het woonzorgcentrum of van buitenaf ook te laten komen in die leefruimte om die dan te evalueren, omdat we dan toch in dezelfde leeftijdscategorie zitten, maar dan zonder dementie, zodanig dat we daar nog feedback van kunnen krijgen. Nog vragen? Ik wou alleen nog één zaak bijvertellen. Je sprak over verbeterde verlichting. Ik zou spreken over een verbeterd lichtontwerp. Want het is uiteindelijk het geheel, de holistische aanpak, de materialen, sturing. De sturing misschien, ook dat zeker, ja. De kleurkeuzes, dus dat speelt ook allemaal belang. Dus de volledige aanpak die eigenlijk bepalend is, met inderdaad de bedoeling om meer licht op het oog te krijgen. Maar dan denk ik dat, mochten er nog vragen zijn, Jeroen kan terugvinden op de stand NSGV, IBBV, Groenlicht Vlaanderen. Dus hij zit er nog een kwartiertje. En verder dank ik jullie
en zeker ook de spreker voor deze uitzending. Dank u. Dank u.